De inkt wordt erin getrokken door het papier. Dit is gewoon best wel een donkere kleur en die hebben we bewust gedaan zodat het niet te roze wordt. Een grotere menukaart met echt het eten, maar ook de snacks. Cocktailkaart. Waarom Roer Ice White? Dat klinkt heel mooi. Ik ben er gewoon zo klaar mee met dit. Hallo jongens, de vermoeidheid is goed aanwezig en goed zichtbaar. Over 12 minuten hebben we een meeting met ons dorpsplein over Koningsdag. Wij wilden eigenlijk niet meedoen omdat we niet open zijn en ja, het kost ook wat. Dus wij staan ook bijvoorbeeld niet op de poster. Terwijl we hebben wel al ons logo, maar we hadden dat niet gestuurd. Dat we iets hebben van ja, wij zijn niet open, dus je hebt dan geen winst. Maar toen dachten we kunnen wel gewoon buiten gaan staan met bier van Roem en met een klein hapje. Dat we dan niet open zijn, maar wel alvast er staan. Mensen kunnen laten kennismaken. En we werken natuurlijk nu keihard en we verdienen 0 euro. Het is wel lekker als we wat zouden kunnen gaan verdienen. We hebben nu dus met de hele straat een overleg over hoe we dus de kosten gaan verdelen. Nou, chill. Duurde ook maar een half uur, dus dat is fijn. Ook leuk om iedereen even te zien. Zo geregeld dat dan de kleine ondernemers 10% betalen. De kosten van twee muzikanten, Anna en Elsa en staattafels. Dat is helemaal prima. Dan is het voor ons ook interessant, weet je wel. Maar leuk, ja, afgesproken dat wij bijvoorbeeld, wij hebben dan een tap van Roem en we gaan nog wijn doen, maar we hebben nog helemaal niks voor wijn, dus dat moeten we ook nog regelen. En dan gaan we dus oranje cocktail doen, oranje dip. En nu rij ik door naar Elise. Ik heb het gisteren helemaal niet meer verteld. We hadden dat gesprek en toen gaf Elise aan dat ze elke donderdag wel beschikbaar wil maken om met mij even te overleggen, dus daar ben ik heel blij mee. En toen kwamen we met het idee dat ik vandaag naar haar toe kan rijden. Als het goed is, heeft zij gewerkt aan vast de stukje van de menukaart, zeg maar de layout. Dus de 8 kleuren en opmaak. En dan gaan we daar naar kijken. Ik zei, ik vind het wel fijn als jij zelf vast een opzet maakt. En we niet helemaal samen from scratch beginnen, want dan beïnvloed je elkaar heel erg. Dus ik vind het leuk om te zien wat zij echt zelf bedacht heeft, aangezien het haar werk is. En dan daarna neemt ze nog even mee naar plekken aan Dam, waar je allemaal hele leuke zaakjes hebt, zoals Loods 5 Garage, Riviera Maison Outlet. Waar ik misschien wat leuke dingen ga kunnen vinden voor servies en zo. En nu ga ik eerst even iemand van de macro bellen. Want we hebben nog geen gesprek gehad met de macro. Terwijl ik daar ook even wil weten wat de voorwaarden zijn als je daar wil bestellen. Want we hebben met Bitfood een gesprek gehad. En daar moet je voor 500 euro minstens bestellen. En ik ben benieuwd wat de macro hun bedrag is. Maar dat willen ze niet zomaar zeggen. Het gaat heel lastig daar. Ze willen echt bellen en dan willen ze fysiek afspreken. Ik heb geen idee wie ik ga bellen. Maar ik ga die persoon nu even bellen. Die zal waarschijnlijk ook wel even wat willen horen over de zaak. Die heeft geen idee nog. Hi Jenny, ik spreek met Charlotte Blitzbloem van 35. Verder kan ik nog niet zo goed zeggen wat ik nu heel belangrijk vind met een samenwerking. Het is gewoon meer, ja, je wil dat het sowieso 2 keer per week geleverd kan worden. Dat het bedrag niet te hoog ligt. En dat het makkelijk te bestellen is. De goedkoopste plek, zeg maar, voor, wat ik zeg, hetzelfde merk. Dat vooral. En dat wil ik een beetje naast elkaar leggen. En dan eigenlijk die keuze maken. Doei. Oh my god, dit was echt een heel leuk gesprek. Ik denk nu, waarom heb ik nou mijn camera uitgezet? Want ik heb hem net het hele concept verteld. En jullie heb ik het concept nog helemaal niet verteld. Wel die het meteen kunnen horen. Ik weet niet waarom ik dat concept vertellen zo erg aan het uitstellen ben. Wow, ik moet nog een half uur rijden, het is ver. Heel leuk gevoel bij, weer zo'n jonge gast, zo klinkt hij in ieder geval. Maandag heb ik met hem afgesproken, lekker doorpakken. Maandag dan ga ik naar de macro in Wateringen. En dan regelt hij ook dat alle specialisten er zijn van het vis, van het vlees, van de kaas. En dan gaan ze helemaal meedenken en dan kan ik ook een mandje meekrijgen met producten. Ik heb ook gezegd, ja, het is best lastig als je overal alles gaat kopen. Is ook heel erg duur. Weet je, we wilden het liefst de worst daar vandaan, de kaas daar vandaan, dit daar vandaan. En samenwerken met ondernemers uit het dorp staan. Maar op een gegeven moment, het is niet te doen. Je moet gewoon een basisleverancier hebben. Het moet wel echt goed zijn. Dus als ik de olijven daar niet lekker vind, ja, dan wordt het niet de olijven van de macro. Maar ik heb wel een prettig gevoel hierbij. Ook omdat we fysiek naar die winkel toe kunnen. Hij wil meedenken. Ik ga mijn menukaart naar hem toe sturen. Helemaal zin in. Nu lekker met Elise aan de slag. Oh jongens, eindelijk gaat het weer even leven. Niet meer alleen maar dat klussen. Lekker door met het concept. Heerlijk. Ik word er helemaal blij van. We kunnen meteen inspiratie opdoen of we een clipboard willen. Of het praktisch is. Ik had dus gezegd van ja, dan laat je hem op tafel liggen. Maar dan neemt het heel veel ruimte in. Daar hadden we het gisteren over dat gesprek. En als je hem in zo'n houder hebt, neemt hij wel veel minder ruimte. Ja. Moeten we nog even over nadenken. Oh, we gaan nu door voor het servies. Maar het was minder nuttig dan ik wilde. Ik ben gewoon echt moe, merk ik. Ik weet het allemaal niet meer. Het ontwerp wat ze had gemaakt, had ik gezegd, ja, die vind ik te saai. Dat begreep ze zelf ook. Ik wil toch wel wat kleurrijker, maar omdat we hebben gekozen voor paramourpapier, moet het, als je kleurrijk doet, zie je paramour weer niet. Dus daarom had ze een witte achtergrond. Ik rijd nu achter Elise aan, we gaan nu door. Maar ik zeg, ik ben moe en ik merk, ik weet het even allemaal niet meer of zo. En ik wil gewoon knopen doorhakken, want ze zegt, oké, je moet niet gaan haasten. Maar ik wil wel gewoon knopen doorhakken op een gegeven moment. Ik ben al zo lang met die menukaart bezig. En dan pas je het weer aan naar dit, en dan weer naar dat, en dan weer naar dit, en dan weer naar dat. En het is zo moeilijk. Ik zit nu even in zo'n, dat ik vast zit. Dus
hopelijk met het servies. Dan gaan we wat meer bereiken. Ik vind het super leuk dat Elise meerijdt trouwens. Het is ook heel goed om wat meerdere mensen erover te hebben en na te denken. Ik moet echt rust gaan nemen, merken, want mijn hoofd zit vol. Het is van Elise, haar eigen merk, Turtley. Hier zijn we. Riviera of Lofijn? Nee, dat is... ik vind ook die weerspiegeling niet mooi en het ziet er heel goed uit. Nee, maar ik zou mat doen. Ja, ik vind het ook mat. Niet zo mat. Nee, maar dat is houtmat. Heel lelijk. Oh, stel dat je hier op je eet serveert. Hoe chic is dit? Heel leuk vormpje vind ik dat ook. Maar ja, dit witte past weer niet bij ons. Ja, hoe noem je dat ook weer, die vorm? Ja, hexagon. Ja, dit vind ik ook heel cute. Ik denk dat wit er gewoon echt niet bij past. Ik vind dit ook mooi qua matheid. En dus ook zo. Dat vind ik minder. Ja, maar ik vind het wel mooi als je dan dit als bordje hebt van... hoe cute zeg maar, is dit bordje? Naast je borrelplank. Dus dat je vanaf deze kan eten. Ja, we moeten dat nog hebben. Maar dit... maar ja. Deze... wel duur. Dat vind ik ook duur voor zo'n klein bordje hoor. Maar wit vind ik nog eng, want we hebben het nog niet gezien en we weten nog niet of het gaat matchen. Misschien kunnen we wel wat witte dingen doen. In de tafel zit ook wit, hè? Het is zo'n zwart gedrukt marmer, zeg maar. Van glas. Ja, ik denk wel dat het kan. Dit komt er no way in. Nee, dat, maar dat vind ik een beetje zo'n IKEA. Ja. Niks mis met IKEA. Maar... wel tof, die, ik hou er niet van, maar ik vind het wel tof. Nee, ik vind het niet. Oh, dit is mooi. Ja, zwaar, dit kan je niet eens bedienen, joh. Mooi. Moet je voelen. Bizar. Maar dit is heel klein. Heel moet klein. Moet je nagaan als het zo groot is met alles. Ja. Ik wil nog trouwens kopjes nodig voor gembershotjes en zo. Maar ik vind het wel echt prijzig, hoor. Ga je nu gembershotjes? Hey. Ja, ook nog. Dit heb, ik heb borden van deze lijn. Ik vind deze wel heel leuk. Ik vind het ook heel leuk. Maar dat, moet je het eens vasthouden. Dat is niet vast te houden. Deze heb ik zelf zonder oor thuis. Dat vind ik ook niet meer zo leuk. Ik ben hier niet meer zo heel erg van. Iedereen heeft dit nu. Ik vind het ook niet meer origineel. Van de Action. Of dan denk ik, ja kijk, ik snap het. Het is misschien iets netter gedaan. Of... ja. Nee, de Action heeft precies zulke nu. En ik merk dat ik groen zo leuk vind, maar dat past niet bij ons. Dit is echt leuk voor Bamboa. Maar ik vind groen wel echt bij jullie passen. Nee, ja, maar het kan niet bij Petrol. Nee, maar dat is omdat jullie die keuze hebben gemaakt. Ja, kan niet meer. Nu kan je niet meer terug. Nee, terwijl groen vind ik echt prachtig. Ik vind zo'n schaal ook leuk. Zo'n ruimte eronder vind ik niet mooi. Ik ook niet. Wow, neonlamp. Stay badass. Zullen we die kopen? Ja, maar die is wel leuk. Die is heel vet. Vorige keer stond die aan. En hij is wel rood en ik haat rood. Ja, ik vind dit echt prachtig. Heel chic. We zijn nu in loods 5. Ja. Het is in ieder geval zo'n kopje. Een schembershotje of zo. Kijk, wat een leuke kraam. Van wie is deze nou? Hallo, maar jij hebt ook. Ik ging gisteren op je webshop kijken. Je hebt gewoon leuke thee-eien. Ja. Dat heb je niet eens tegen mij gezegd. We hadden gisteren over thee-eien. Ja, maar ik dacht... je gaat jezelf niet promoten. Nee. Loser. Loser. En bedankt. Kijk, het is allemaal de Elise eigen merk. Dus dat is, je kan dus je eigen kussen laten ontwerpen, toch? Ja. Ja. En ze gaat ook gelukkig met velvetstoffen werken. Heel slim. Want dat is echt het allerleukste. Het is allemaal zelf ontworpen. En je kan dus ook je eigen kussen mee het kussen laten maken. Ja. Maar dit is op turtally.com. Turtally. Gewoon Elise Laan, dan kan je me berichten. Oh, wat cute. Hoort-ie. Ik was te optimistisch vandaag en dat kan ook gebeuren. En ik denk dan ook snel van, oh, deze dag is verloren. Is niet zo, want dat je niks concreets hebt gekocht en niks concreets op papier hebt staan, betekent niet dat je niks hebt gedaan. En ik had het even geïdealiseerd in mijn hoofd dat ze vandaag al de vormgeving van een menukaart zouden hebben. En allemaal leuke dingen zouden vinden voor servies. Nou, allemaal niet. Er moet ook gewoon nog te veel afgewogen worden, zeg maar. Wordt het dit of dit, wordt het dit of dit, wordt het dit of dit. Het is nu nog heel erg lastig. Want we weten nog niet exact wat de financiën zijn. Die, wat het bedrag is dat we hebben voor het servies. We weten nog niet exact hoe de menukaart eruit komt te zien. Of er een clipboard komt, een houder. En ik ga niet door rood rijden en hoe groot. Er is nog heel veel om af te wegen. Ik ga nog heel eventjes naar Stadshart Zoetermeer om nog even wat in de Solo en in de Xenos even te kijken of ik daar misschien wat leuks zie. Want ik moet altijd een soort van voldaan gevoel hebben, dat is een beetje mijn ding. We hebben wel hele leuke glazen trouwens. Dat zal ik jullie maar even laten zien. Deze trouwens vond ik geweldig voor gembershotjes en misschien espresso. Qua een beetje de Instagrammable en opvallende dingen gaan we wel een beetje voor natuurlijk de vrouw aantrekken, want die houdt er heel erg van. Maar dat combineren we eigenlijk met heel erg... mat en chic. En op die manier is het eigenlijk de perfecte combinatie. Dit is zo leuk. Alleen je mag geen plastic meer. In Zoetermeer mag dat dus al niet meer. Bijvoorbeeld dit. Met een sticker erop.
superleuk. Oh, dit blik past zo leuk bij onze kleuren van de zaak. Maar oké, niet nodig. Ik twijfel of ik dit een leuk bakje voor dips vind. Ik denk het toch niet. En dit kan best wel leuk zijn om in de thee in te presenteren. Oh, ik kom thuis. Ik vind dit zo lief. Mijn ouders zijn echt niet van die types die kaartjes sturen of zo. En mijn moeder had een kaartje gestuurd met succes voor de toets. En nu heb ik ook een kaart van mijn ouders in de bus. Met well done. Ik vind dat echt zo lief. Ik ga niet huilen, maar ik zou daarom kunnen huilen. Zo ben ik. Kijk hoe lief. Ah, ik vind dat echt lief. Want hij weet ook hoeveel moeite het me heeft gekost in het verleden om toetsen te halen en zo. En dan vind ik dit echt gewoon super lief. Dank jullie wel, papa en mama. Goedemorgen, het is maandag. Welkom hier zo naartoe. En we gaan voor het eerst, zeg maar, ons overleg doen nadat we hebben besloten om de taken echt te verdelen. Dus we gaan echt aan elkaar vertellen, wat heb je gedaan vorige week? We hebben wel contact gehad, maar veel minder dan we normaal deden. Dus we weten wel ongeveer wat we hebben gedaan, maar niet alles en niet tot in detail. Zij gaat me vertellen wat ze heeft kunnen doen wat betreft de keuken, klussen plannen. En ik heb tussendoor al wel wat gezien, zeg maar, wat ze in de agenda heeft gezet. En ik heb haar ondertussen ook al wat dingen geüpdate, maar dan kan ik haar vertellen wat ik heb gedaan wat betreft het menu. Gisteravond heb ik er weer super lang aan lopen werken en het begint steeds beter te worden. Maar ik heb het mail nog niet laten zien, want ik wil een soort van, als ik denk dit is goed, dan wil ik het pas aan haar laten zien. En dan nog haar mening erbij. Ik weet niet, vind ik gewoon leuk om wat goeds aan te leveren. Ja, ik ga er ook even wat servies laten zien wat ik nog heb gescoord. In het weekend heb ik niet gefilmd, maar ik heb echt geweldig servies kunnen scoren. Een heel mooi merk. In een soort outlet. Het is niet goedkoop, maar het is gewoon te betalen. Alleen van alles waren er maar 8 glazen of zo, weet je wel. Het kan nog terug. Ik had toen gebeld met Mel en toen zei ze ook van ja, ik vind het heel mooi. Laten we even in het echt komen bekijken. En ja, ga even zo met elkaar zitten. En daarna heb ik die afspraak bij de macro. Hebben we goed overleg gehad? We hebben even meegekeken met de menukaart. Nou ja, dit is ook handig als losplankje voor kleine dingetjes. Als iemand dus wat kleins erbij bestelt, leg je het hier op. Ja, ik dacht voor 2,50. Zeker. Zo goedkoop. Maar ik zit te kijken, want ik denk, ja, oké. Nee, je hoeft niet per se samen te combineren. Ja, ja. Oh, is dat een kidsplank of weet ik veel wat? Ja, voor kidsplank is het wel leuk. Ja. Maar dit is meer onhandig dan ik denk voor opslag. Ik denk, je hebt 2 losse dingen, dat dacht ik. Oh ja, je kunt het ophangen en de schaaltjes gewoon opstapelen. Altijd roze. Dit is de roze. Dit is qua maatje, vond ik het perfect. Nou, Mel en ik hebben echt een supergoed overleg gehad. Ik vind het zo leuk om te zien hoe we, zeg maar, groeien. En alles steeds lekkerder loopt. En dat we onze taken nu zo verdelen is zo chill. Zij kon mij vertellen wat ze heeft gedaan en wat belangrijk is voor mij om te weten. En ik andersom. De menukaart heb ik wel laten zien. En we hebben er even samen naar gekeken. En nog een kleine aanpassing gedaan. Dus dat was ook wel eigenlijk heel erg fijn. En nu ben ik bij de macro in Wateringen. En heb ik dus een afspraak met Hidde. En als het goed is zijn er dus ook echt vlees, kaas, vis experts en zo, die gaan meedenken. Ik heb de menukaart met hem gedeeld. Ik ga dus in mijn eentje. Dus echt zo, nu had ik het wel leuk van als Mel er ook bij was hoor. Het is echt wel gezelliger, maar het is wel fijn dat zij nu ondertussen gewoon door kan met andere dingen. Maar ik vind het wel spannend. Dus ik ben heel erg benieuwd waar ze mee gaan komen. Ik heb even niet gevlogd. Ik ben even aan het plassen, maar hele rondleiding gehad, van alles besproken. Ik ga ook iets meer naar huis. Maar ik heb niet gefilmd, zodat het een beetje raar als je eentje aan het dood bent. Maar goed bezig. Zo, dat duurde weer even hoor. Ik heb dus wat kaas meegekregen. Ja, ik vind het zo moeilijk, jongens. Want Bitfood is weer wat goedkoper dan Macro. Macro kan ook weer wat korting geven, maar ze weten nu nog niet hoeveel. Want ze weten niet hoeveel we gaan afnemen. En ik ben nu bezig voor de kaasplank. En ook laten adviseren, maar ik wil ook mijn eigen touch erin hebben. En soms denk ik, ja, maar dat kan ik ook in de supermarkt halen. Of bij de Turk, of daar, of daar, of daar. Of bij de kaasboer, of bij het Geertje. Ik kan alles overal vandaan gaan halen. En ik wil van alles het allerlekkerste. Maar ik wil ook gewoon een vaste leverancier hebben. Nou, nu heb ik wat kaas meegekregen. En ik heb ook gezegd dat ik graag advies wilde over de volgorde. Dus dat je dus een kaasplankje krijgt met 6 stukjes voor nu. Niet 5. Een soort proeverijtje. En dat je het ook echt van 1 naar 6 moet eten voor de smaak. Dat vind ik dus super leuk. Dus ik wil het ook wel echt zelf bedenken. En ik heb dan aangegeven dat ik niet alleen maar koekkazen wil. Het moet echt een proeverijtje zijn. Echt een ervaring. En zo gaat het ook trouwens zijn voor de vegan kaas. Zodat je echt denkt van wow, wat proef ik hier. En misschien vind je het ene wel veel lekkerder dan het andere. Via het ene helemaal niet jouw smaak. Maar dat je wel denkt van oh, wat leuk. Wat een ervaring. En dat is een beetje het idee erachter. Niet alleen maar standaard van oh ja, het is allemaal lekker. Ik ken het allemaal. Maar ook van he, wat is dit? Dat is gewoon wat ik heel erg graag wil. En dat is best wel moeilijk. Dus ik ben blij dat ik dit mee heb gekregen. Ja, hij kan natuurlijk niet zomaar heel veel spullen meegeven. Dus als ik hier nog enthousiast over ben, dan kunnen we ook weer verder gaan kijken voor het vlees of de vis. En dat kon hij niet nu ook allemaal gaan meegeven. Want voor hetzelfde ga ik niet met de macro werken. Voor hem niet leuk, maar ook voor mij niet. Dan voel je je super schuldig. Dus dit ga ik nu proeven en dan houden we even contact. En ik ga online nog even inloggen qua prijzen. En het is best wel moeilijk hoor.
Kijk, als ik thuis een borrel organiseer, weet ik precies waar ik mijn producten vandaan haal. Maar dat is niet te doen als je een horecazaak hebt. Je kunt niet elke dag naar 10 verschillende plekken toe gaan om dat te verzamelen. Dat is niet te doen. Maar ik wil ook niet hetzelfde hebben als iedereen. Want ik loop hier denk ik, ja, saaie olijven, saai, iedereen heeft dit. Ik wil andere olijven. Nou, dan moet je ze dus zelf gaan marineren. Ja, het is heel lastig. Maar goed, we komen er wel. Ik ga dus weer iets superleuks doen. Namelijk iets proberen. En niet iets proeven van een ander bedrijf, maar ik ga zelf iets maken. Wat ik ga doen, is olijven proberen te marineren. Want waar ik dus tegenaan loop, is dat wat ik zoek bij groothandels bestaat niet. Zeg maar, je komt bij de Makro en de olijven die er liggen zijn gewoon precies hetzelfde als in de supermarkt. En dan kan je naar de Turk gaan, heb je soms wel lekkere olijven, maar ook niet altijd even bijzonder of zo, of even lekker. We zijn heel zuur of wat dan ook. Ik denk, ik heb bekpotten gekocht. Dat is ook echt al achter 's avonds. Ik heb allerlei kruiden en zo gekocht. Ik heb bijvoorbeeld noten gekocht om met amandelen te proberen. Uitjes. Ingemaakte knoflook. Verse knoflook. Olijfolie. Speciaal zout. Olijven. Groene en zwarte. En ik ga gewoon experimenteren. En ik ben super benieuwd. Want volgens mij wordt het echt lekker. Maar ik wil echt een speciale combi vinden. Niet alleen maar olijven met olie en knoflook. Ik heb bijvoorbeeld ook een citroen gekocht. En nou ja, ik vind het belangrijk bij olijven dat ze lekker knapperig zijn. En niet van die vieze, zachte, broken of zachte, slimy olijven. Ik vind het belangrijk dat het niet altijd alleen maar groene olijven zijn, maar ook zwarte. Want zwart vind ik echt super lekker. En voor bij de Jumbo heb je een bakje gemixt. En de zwarte die erin zit is hartstikke zuur. Gewoon basis zwarte olijven vind ik echt heerlijk. Maar die wil ik dus gebruiken. Ik ben ze nu aan het afgieten. Wat ik ook jammer vind is dat altijd maar groene met knoflook. Het smaakt een beetje naar oude knoflook. Of het is te vettig. Of de olie is niet lekker. En ik vind ze eigenlijk nooit, bijna nooit echt lekker. En ik weet dat het veel lekkerder moet kunnen. Dit is trouwens echt een tip. Knoflookbolletjes. Of je maar één keer te bellen, heb je een hele bol knoflook. In plaats van allemaal kleine knoflookjes. Ingemaakte knoflookteentjes. Zo lekker. Ik wil dat sowieso gaan proberen of ik ze kan vullen met amandelen. Ik weet, het past er wel in. Gaat het ook lekker zijn? Laat ik hem gewoon even zo proeven. Hoe is het met zwart? Interessant, oké. Dat ga ik in een klein potje doen, man. Zwart is niet lekker, is te zoet. Als ik met schil ga werken, vind ik het wel belangrijk dat ze biologisch zijn. Ik heb hier ook een mix gepoeld. Zwart, groen. Ik ga ook echt zelf experimenteren en dus niet met per se recepten van internet of zo. Want dat vind ik juist altijd heel leuk. Dit is op zich wel een bekende combi, olijf basilicum. Het smaakt nu al zo anders dan in de supermarkt. Maar ik wil andere. Ik wil geen combi's die ook in de supermarkt krijgen. Eigenlijk zijn zwarte en groene olijven ook echt niet te vergelijken. Ik ga gewoon eens een zwarte olijf in wat citroenras doen. Eerst denk ik heel en dan denk ik, maar dan denk ik met wat zout en olie. Misschien wel lekker. Nou, ik ga even door experimenteren, jongens. Doei. Allemaal verschillende soorten. Dat was het weer voor vandaag, jongens. De rest zien jullie het later. Doei. Het is tijd om wat te testen. Ik ga namelijk frituren. En ik heb nog bijna nooit gefrituurd in mijn leven, maar ik ga het gewoon proberen in een pan. Met rijstolie. En wat ik vandaag ga testen zijn calamaris. Ik ga deze van Vegan Zeaster proberen. Voor de veganisten of mensen die geen vis willen eten. En ik ga aan de slag met echte calamaris. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Ik vind het echt geweldig als het goed wordt bereid. Dus ik ga daarmee een beetje experimenteren. En ik ben benieuwd. Deze zijn heel erg prijzig overigens. Dit bakje is meer dan 5 euro volgens mij. Deze zijn dus al gepaneerd. Ik hou er heel erg van om zelf te paneren, maar dat is met dit een beetje lastig. Dus dit is gewoon heel erg handig en leuk. Maar deze ga ik dus echt zelf paneren en zelf kruiden. En ik heb nu bijvoorbeeld deze kruiden. Geen idee of die lekker zijn. Dus ik ga mijn eigen mixje maken. Maar dit is mijn allereerste keer dat ik het ga testen. Ik doe geen mandje of iets. Ik doe het gewoon zo. Zo, ik gooi die calamaris erin en hij gaat helemaal los. Oh ja, kijk, zie je, alle paneer zweeft hier los. Dat betekent dat het niet gehecht is aan de calamaris. Nou, dit is ook geen succes. Dat heb ik het met melk geprobeerd, maar ligt die paneer ook echt los erop. Deze ook veel te donker. Het is sowieso ook merk calamaris die ik nu heb niet zo lekker. Het smaakt te erg naar vis. En dat vind ik bij calamaris niet de bedoeling. De kruiden zijn wel lekker, maar ik vind het te veel dillen. Wat ik ook wil testen is hoe erg het stinkt. Het afzetkap en het ruikt helemaal naar frituur. Dus dat kan ook niet in de zaak, want we hebben een super kleine ruimte. Allemaal dingen die ik nu moet uitproberen. Deze worden heel snel bruin. Dit is echt 1,5 minuut en hij is eigenlijk al te donker. Qua structuur vind ik hem wel heel goed op calamaris te lijken. Qua smaak vind ik hem echt niet boeiend. Het smaakt gewoon naar frituur. Maar misschien als je deze lekker kruidt, is het wel een hele leuke optie. Het hele huis stinkt naar frituur, dus we moeten echt kijken hoe we dat gaan doen. Hopelijk is de afzuiger gewoon beter bij ons in de zaak. Kijk, dit is wel heel tof.
echt dat calamaris. Stretchy. Dat vind ik heel leuk aan die van Vegan Easter. Korst vind ik niet fantastisch, maar wel lekker crunchy. Oh, deze is wel lekker. Dus ik hem korter doe. Nou, eigenlijk vind ik het wel echt een goede optie hoor, dit. Oh ja, nu ik hem wat minder lang heb gefrituurd, dus dat donkere smaakje van frituur zit er niet op. Dan is hij echt lekker. En als je dan kruid met viskruiden. Ik vind deze te citroenerig en te dillerig, deze kruiden. Dus dit wordt hem niet. Maar als je dit dan proeft. Ja, deze vind ik heel leuk. Dus als er gewone calamaris op de kaart komen, komen deze er sowieso ook bij. Ik heb een ijsje toegevoegd aan het beslag. Zou het nu wel genoeg binden? Frituurvet is ook veel te donker geworden, dus ik heb het veel te heet natuurlijk. Kijk eens, het ziet eruit dat het beslag nu wel blijft zitten. Oké, dit is dan de eerste die gelukt is qua paneer. Maar het ziet eruit dat de inktvisring niet ook mee is gegaan. En daar wordt het taai van. Maar het paneer was voor mij ook wel weer wat dunner. Dus misschien moet ik wat meer water aan het beslag toevoegen. Dit beslag is wat wateriger. Maar overal moet paneer zitten, anders krijg je dit, denk ik. Dus overal moet paneer, maar weer niet te dik. Zo leuk om het op deze weer uit te testen. En ik heb nu de slag van broodkruim. Je hebt ook nog beschuit. Dan heb je er nog maïzena, bloem. Je hebt van oude. Oh, puur op mijn vingers. Oh, het is best wel zo gek. Dus ja. Oh, dit is heel vies. Kijk, het is een soort omeletdeeg. Ik ben echt naar ei. Oh nee. Dit is echt niet lekker. Dus ik heb een ander bindmiddel nodig. Oké, het was een leuk experiment. Maar ik heb besloten om de calamaris te skippen. Ik ben er dol op, maar. Het is veel te veel werk, veel te veel gedoe. Ik weet dat het beslag gewoon niet goed was. En dat er beslag bestaat wat wel goed werkt. Maar ik vind het stinken. En ik vind het eigenlijk wel prima om gewoon bitterbal en vegan bitterbal in de frituur te knallen. En daarbij te houden. Want ik wil geen frituurrestaurant worden. En de hele dag met frituur bezig zijn. Ik vind het eigenlijk heel goor. En het is niet nodig. Dus dit wordt hem niet. Ook niet de vegan dan. Want nee. Hallo allemaal, ik heb lekker een ochtendje achter mijn laptop gezeten en nu heb ik een meeting met Elise. Nu. Ze heeft me vanochtend opzetjes voor de menukaart toegestuurd. En heel eerlijk, mijn eerste reactie was, nee, dat is het niet. Toen ging ik daar nog iets beter kijken, toen dacht ik, ja, er zit wel potentie in, maar er moeten wel dingen anders. Maar we gaan het sowieso nog over de lettertypes en alles hebben, dus dat was sowieso het plan. Dus we gaan nu een meet in en ik neem jullie hiermee in het proces. Dit is wat Elise heeft gestuurd. Ik ga gewoon eerlijk zeggen wat ik dacht, ja. De tweede vind ik het leukste, maar te saai voor ons. Als in meer echt leuk voor lunchroom of zo. Maar voor ons vind ik het, ik vind het niet bij 35 passen qua feeling. Ik vind het ronde heel leuk. Ik vind het logo bovenin heel leuk. Ja. Foto, achtergrond, weet ik nog niet of ik dat nou wil of gewoon een kleur. Zwart vind ik sowieso niks. Nee, ik vind het echt niet mooi. Ik vind het een soort van zo'n zwart bord buiten wat iedereen heeft, heel simpel. Ik merk dat ik het logo in het zwarte rondje echt geweldig vind. Ja, ik vind dit heel leuk. Dat vind ik echt een goed idee. Want wat mijn vader toen aan het begin zei, er moet een zwart rondje omheen. Ik ben het er echt mee eens. Het is heel leuk. En ook in dit rondje vind ik het heel leuk. Ik dan een foto van jullie planken gaan maken. Of dat als één egaal achtergrondkleur. Ja, dat weet ik dus nog niet. Maar ik vind sowieso de stijl van deze foto qua edit. Dat mooie, een beetje koele. Ja. Ik vind hem net niet bij ons passen qua edit, stel van die foto. Te bruinig, zeg maar. Geen beetje op elkaar. Nee, op elkaar vind ik wel leuk. Sowieso dacht ik, de kleur roze vind ik toch wel heel erg donker richting paarsig. Ik weet niet, maar ik vind alsnog het op elkaar ook echt niet mooi. Daarom zei ik, misschien moet in de menukaart puur zwart, roze en wit worden gebruikt en niet die petrol kleur. Die lettertjes van dit plank, kaasplank, vind ik heel leuk. Ik denk wel, is het niet net iets te jong voor ons? Ik hou er heel erg van. En ik vind het speelse van die letters heel leuk. En dat het dat doorzichtige, gemeleerde-achtige gebroken vind ik heel leuk. Ik heb dus even als voorbeeld dat ik er twee naast elkaar heb. Ja. Dit is, dacht ik meer van, dit past bij jullie tafels. Vind ik heel leuk. Ja, ik hou daarvan. Dat speelse en die letters die een beetje zo bewegen-achtig of zo. Deze, die P gaat een beetje naar links. En dat gekrakkelde vind ik heel leuk daaraan. Oh, wat als we de tafels als achtergrond nemen van de kaart? We hebben zwart met witte tafels. Wauw, dit vind ik al heel leuk. Jij? Nee? Ik vind het wel heel mooi. Maar er moet nog wel iets aan gedaan worden, want nu vind ik het een beetje op een grafsteen. Oh ja, inderdaad. Ik ga wel wat je met grafsteen bedoelt, maar ik vind het wel weer tof of zo. Maar wel twee kleuren kan ook, toch? Ja, of je kan er vijf, dat is onbeperkt. Oké. Dan zit je op, even kijken, €322 voor 1000 stuks, ex-BTW. Dus dat is 32 cent per prikker. Oké, best duur. Ja, dat is, maar dat is full color.
Ja. Als je alleen zwart wil, dus alleen zwart drukken. Prikkertjes, die zijn gewoon, die vlagjes zijn gewoon wit. En zij drukken dan alleen een zwart. Oh, oké. Okay. Die zijn 180 voor 1000 stuks. Wel veel verschil, zeg. Ja, dat is als je een kleur wil. Ja, bij die vlagjes vind ik dat het wel een kleur moet. Ja, het is, ik wil echt eigenlijk roze en petrol doen misschien. En petrol is dan de vegan of zo, weet je wel. En roze is gewoon normaal. Ja, jammer, want het is wel heel leuk. Niet om een asprikkertje dan mee te eten, maar puur dat hij gewoon eentje per plank of zo. Dit is sowieso dan voor de eetkaart en voor de... Ja, dat clipboard gaan we dus trouwens niet doen. Nee, dat hoorde ik. Nee, dus dan hebben we ook minder kaart. Nou, dan moeten we het zo ook nog even over hebben. Ja, het valt mee hoor. Ja, het zwart is zwart natuurlijk, maar je kan hem zelf zo donker maken als dat je wil. Kan je hem iets doorzichtiger of zo? Oh, nu vind ik hem trouwens al niet te roze. Maar nu heeft hij maar één rondje natuurlijk. Dat is meteen heel anders. Toch? Zo breed. Ja, ik vind... Nee, dat is niet mooi. Nee. Misschien een mini stukje breder, maar dat is wel heel breed. Ja, dat rondje is dan gewoon niet meer mooi rond. Ook niet, hè? Nee. Nee, hij moet zoals je hem had. Dan wordt het een heel gek gezicht. Maar toch vind ik dat de borrelplank bovenaan moet. Ik vind het raar als die kleine planken boven de borrelplank zit. Ja, of de borrelplank moet dan een lijn eromheen krijgen of zo. En je wil dat mensen eerst naar de borrelplanken kijken en dan pas naar de kleinere planken. Dat was leuk. Ik vind het toch niet leuk om heel veel losse verschillende soorten kaarten te hebben. Dus ik zit een beetje te kijken hoe en wat. Maar het past er ook heel snel niet op en zo. Morgen gaan Elise en ik weer even afspreken. Maar de kaart komt nu wel steeds dichterbij. En het ontwerp vond ik ook wel heel leuk. Dus to be continued. En nu ga ik even dingen proeven. Nou, het is weer proeftijd. Ik heb de kaas dus neergelegd op de volgorde zoals werd geadviseerd door de macro. Dit heb ik even voor mijn vriend. Voor als hij thuis komt, kan hij het ook proeven. Het ziet er nu niet echt boeiend uit. En de stukjes zijn niet precies zoals je ze zou serveren. Maar ik vind meteen al dit niet zo mooi naast elkaar. Zo zacht en dan drie harde. Ik bedoel, dat vind ik ook belangrijk. Maar dit is dus het advies qua volgorde van smaken. Ik weet niet of ik het er helemaal mee eens ben trouwens. Ik zou deze misschien wat eerder zetten. Maar ik ga dit dus nu proeven. En kijken wat ik van de samenstelling vind. Of dat ik denk bij een van die kazen, nou, dat hoeft er echt niet bij. Zelf vind ik schimmelkaas echt niet lekker. Maar veel mensen houden er wel van. Dit is dus voor de niet-vegan kaasplank. En dit ga ik nu proeven. Even op kamertemperatuur laten komen. Dit is dus de volgorde die ze hebben uitgekozen. En ik ben niet een losse kaaseter. Meer met toast. Maar ik ga toch nu los eten. Maar het mag nog wel iets warmer worden trouwens. Ja, ik vind het een heel lekker kaasje, maar ik ken die volgens mij al. Dit is Iberico. Die kan prima, denk ik, daarvoor. Die manier ziet er ook wat leuker uit. Eerst een harde dan een zachte. Nee, die is wel heel zacht. Daar moet je eigenlijk wel mee beginnen, ja. Ik vind het niet mooi, drie zo harde kazen naast elkaar. Maar dit is echt een kaas die in kaas van me zit. Heel heftig. Dus misschien, als we die vervangen voor ook een zachte kaas, dan hebben we zacht, hard, zacht, hard. Oh, zacht, zacht. Nou ja, misschien maakt het ook niet uit. Even kijken. Een hele heftige Zwitserse volgens mij. Oeh. Ik weet niet of ik vind dat die per se op een kaasplank hoort. Ook wel heel mild hoor nog. Hele milde kazen. Ik ben niet zo gek op gele kazen. Hij vertelt dat het een eetbare korst is met kruiden. Dat is inderdaad wel heel lekker. Oh, deze kan je dus echt niet los eten. Dit is echt een van mijn favoriete kazen met zwarte korst. Oh, dit is wel wat sterker, ja. Grappig, want dit vind ik een hele milde kaas altijd op mijn eigen borrelplanken. En nu is hij de vijfde in het rijtje. Dus ik denk dat ik dit allemaal te mild vind. En dan komt hier nu ineens een mega heftige. Waar ik dus niet van hou. Oh. Hierdoor ben ik heel positief verrast. Want dit is een hele lekkere schimmelkaas. Ik lust echt geen schimmelkaas. En deze vind ik wel lekker. Maar er mag voor mij wel wat meer heftigs nog tussen. Ik twijfel sowieso of ik misschien alleen zachte kazen wil doen. In plaats van ook harder erbij. Ik ga hier even over nadenken. Wat is jullie favoriete kaas op een kaasplank? Laat ik me even weten. Ik ben wel echt gek op die zachte kaas hoor. Ik vind het heel lekker. Maar ja, je moet wel een beetje een proeverijtje hebben. En die drie hebben alle drie wel echt smaak. Ja, dit ook eigenlijk wel. Eigenlijk heeft alles een totaal andere smaak. Dus misschien vind ik het eigenlijk wel... Ik ben zo kritisch, merk ik. Ja, misschien vind ik het eigenlijk wel heel een goede plank zo. Heel mild. Nou, Iberico is ook mild, maar heeft echt wel een smaakje. Deze is wel heel mild.
Die vind ik eigenlijk super lekker voor bij de borrel. Deze zou ik waarschijnlijk zelf het snelst kiezen samen met deze. Maar voor een proeverij vind ik hem heel mild. Dus misschien moet deze wel op de borrelplank, maar niet op de kaasplank. Vervelende baan heb ik, hè? Oké, jongens. Jullie gaan het zien. De vegan plank wordt sowieso de vegan kaasplank met Watson's kaas. Super lekker. Oh my god. SVH post. Ik ben echt bang dat er staat. U heeft het niet gehaald. Het was een fout. Maar het ziet eruit als een diploma. Dat is sneller. Ze zei dat het misschien 14 april kon duren. Cijfer 8. Geslaagd. Woehoe. Op 31 maart heb je examen afgelegd. Je bent geslaagd. Gefeliciteerd. Leuk. Zee Bisping op 28 april 1993. Woehoe. Ik heb gewoon een echt diploma. Super cool. Kijk. Woehoe. I like this. Dat vind ik echt super leuk. Woehoe. Party. Er is nog iets leuks wat ik moet gaan testen. Niet wat ik zelf ga maken, maar iets wat ik moet testen om te kijken of we het verkopen in een zaak. En dat is namelijk thee. Al een tijdje geleden, ik heb het er nog niet opengemaakt en nog niet gefilmd. Maar we hebben thee aangevraagd. Hier, dit had ik online gevonden. Ze hebben vet mooie thee. Ook hele leuke originele smaken, echt met grote stukken erin en zo. Dat vond ik zo tof, dus ik was heel erg benieuwd. En we hebben best wel wat smaken aangevraagd. Kregen er volgens mij 6 gratis en voor de rest moesten we dan betalen. Volgens mij 1,50 per zakje. En we hebben allemaal leuke smaken. En ik ga ze gewoon even aan jullie laten zien. Heerlijk. Ik kon echt niet kiezen. Kijk, deze thee is notendroom. En dit bevat gekarameliseerde amandelen, kaneel, appel, stukjes biet. En wat ik gewoon belangrijk vind om te zien is, ziet het er echt uit zoals op de foto? Zitten er echt grote stukken in? Nou, dit vind ik best wel goed eruit zien. We hebben ook hele toffe thee-eieren besteld van die glazen sticks. Waar, als het goed is, de thee ook niet doorheen loopt. En waardoor je dus ook ziet dat het mooie thee is. Want neem je zo'n zilveren thee-ei, dan vind ik het best wel zonde dat je het niet ziet. Dus er gaat heel veel in, wat echt zonde is, want er is helemaal niet zoveel nodig. Deze ruikt onwijs lekker. We moeten natuurlijk ook gewoon standaard thee's op de kaart hebben, maar dit vind ik zo leuk. Ik ben ook dus benieuwd, als we een grote verpakking bestellen, zitten er dan net zoveel stukjes in als op de foto, maar ook als hier. Want er zitten ook echt wel wat kleinere stukjes in. Zoals je kan zien, maar op zich is er best wel veel gedroogde fruit en kokos in. Deze heet dus Pink Fizz. En dit bevat kruidenthee met appel, kiwi, kersen, cranberries, kokosvlokken, pink fizz. Het klinkt zo leuk. Echt, daar hou ik echt enorm van. Dat het er leuk uitziet en leuk klinkt. Net als deze thee. Hier zit dus popcorn in. Te leuk. Dit is de Spring Sensation. En dit is kruidenthee met appel, kaneel, bosaardbei, sinaasappel, rode biet. Toen was mijn geheugen vol. Mijn vriend komt trouwens net aan van zijn werk. En hij moet van mij olijven proeven. En de kaas. Ik ga niet de enige die proef natuurlijk. Maar goed, de thee met popcorn. Verder nog koriander, goji best, cardamom, popcorn, rozen, malva bloesem. Als ik het ga serveren wil ik dat jullie ook echt dit krijgen. En niet dat alleen het plaatje er mooi uitziet. Maar hier ziet het eruit dat er best wel veel mooie grote stukjes in zitten. Dan ga ik even voor eentje die er niet zo bijzonder uitziet. Ik heb even een mega grote kop thee gepakt. En ik heb geen thee-ei, dus dan past deze zeker in. Het is wel een hele grote kop thee dit trouwens. Er komt helemaal niet in. Ik had natuurlijk het water eroverheen moeten gooien. Kijk, hier gaat de thee dus doorheen. Zien jullie dat? Dat is dus niet de bedoeling. Het is wel een hele chille rooibos. Hij is veel minder zuur dan een rooibos. Maar ja, we moeten dus een selectie gaan maken. Want dit is al een selectie. Want ik wilde echt 20 smaken of zo. Dit zijn er 9. Misschien eigenlijk al te veel. Dus ik moet ze allemaal gaan proeven. En dan een keuze gaan maken. En Mel moet ze eigenlijk ook nog eventjes proeven. Kijk, het is inmiddels de avond, maar ik ga nu dus de thee allemaal nog testen. En ik heb dan even dit uit de theepot gehaald. En dat doe ik dan in een kopje. En dan... Deze heeft super veel kleur en geur. Echt, volgens mij is het allemaal geweldig. Dit is de notendroomthee. Oh joh, dit is lekker. Het is een soort van zoete kaneel, kruiden. Het is allemaal best wel... zoet, maar op een soort romige manier zoet. Heel lekker voor de herfst, maar het is niet mega kruidig herfst, zeg maar wel. Nee, nee, echt super lekker. Oké, deze ga ik nog even op beeld proeven en de rest niet, anders echt te veel. Dit is de Choco Droom. Ik proef chocola. Ik
had er misschien iets meer chocola verwacht, maar er is natuurlijk thee en geen chocolademelk of zo. Je proeft echt chocola en ik heb hem nog maar heel kort laten trekken. Ik vind dit ook heel leuk. En dit is de Pink Fizz. Er zitten echt roze stukjes een beetje in. Heel klein. Ja, dit is gewoon een hele frisse vruchtenthee. Minder bijzonder. Wel ook heel lekker. Maar dan denk ik, dan moet ik even gaan kiezen tussen Pink Fizz en Spring Sensation. En die watermelon ofzo. Een beetje één keuze maken uit zo'n rode vruchtige thee. Wavy watermelon. Wat? Eerst denk ik parfumerig. Dan denk je zuur. En dan super romig. Deze is echt heel raar. Mijn vriend zei trouwens dat de Spring Sensation die ik net had, dat het echt een allemans thee is. Dat die ook wel veel mensen die lekker vinden. Hij vindt deze ook lekker. Ja, ik vind hem dus ook lekker. Maar hij is bijna zuur, romig, zoet. Super veel smaak tegelijk. De rest gaan jullie wel zien als we open zijn. Volgende dag. Ja, ja. Nee, ik zit weer met Elise. Ja, ik ga niet richting die kant. Deze kleur vinden Elise en ik allebei wel mooi. Alleen, ik denk dat het logo gewoon altijd zwart of wit moet zijn. Alleen voor de stickers vonden we kleur wel leuk. Maar volgens mij wilden we voor de stickers sowieso alleen roze doen. Alleen deze kleur roze vinden we dus niet zo mooi. Nou, hij is wel leuk, maar hij is het niet. Want echt zwart met oud roze bijna wit. Achter dat kan ook heel chic zijn. Ik vind namelijk, zolang we het roze met zwart combineren, vind ik het zoveel minder vrouwelijk. Ook die dipbakjes roze en zwart naast elkaar is best wel leuk. Ik zeg trouwens, heet het vrouwelijk, maar officieel mag je dat niet meer zeggen. Maar goed, dan weet iedereen wel wat je bedoelt. Dit is hartstikke mooi. Het is niet zo roze. Ja, die. Die ik nu zie. Nu? Ja, daar linksboven. Zeg maar al die 35. Die drie dingen. Maar niet zo. Nee. Want dit is gewoon een edit scherm. Oh. Ja, zo licht. Dat vind ik echt precies de bank. Maar ja, jij ziet het misschien beter hoor, maar die feeling heb ik er wel meer bij. Nog lichter had je hem net. Ja, dat is zeg maar als je hier dubbel klikt. Ja. Ja, dit. Zeg maar. Oh, hè? Dit is echt richting oranje. Ook leuk, maar daar twijfelden we eerst nog over, ja. Ja, zo'n soort zalmig koraal in de bank dan. Oh ja. Nou, nu vind ik hem niet roze. Die kleur vind ik goed. Alleen daaronder kan dan niet. Ja, het is wel weer heel somber. Zo. Maar ik weet niet. Ja, het enige wat ik gewoon weet is, we moeten geen mannen afstoten. En meld het ook steeds niet te veel roze. En dan moet ik echt naar luisteren. Ja, het is niet mooi. Ja. Vind ik ook niet mooi. En deze staat dus ook goed op de menukaart. Ja. Dat is wel fijn. Nou, dat vind ik echt niet dat je kan zeggen dat het zo roze is hoor. Gewoon bizar, die Petrol kleur effe vind ik zo anders dan bijvoorbeeld de muur hier. Het is ook zonde sowieso om zoveel stickers te laten maken, aangezien het er heel veel moeten zijn. Ja, nou ik vind het logo eigenlijk altijd wel mooi. Ik vind het logo heel leuk trouwens. En nog steeds denk ik af en toe, moet die M2 niet toch weg bij de naam? Maar dat vonden we dan te kaal, hè? Tof, en is het echt zwart of is het zeg maar ervan uitgegaan dat het vetvrij papier een beetje doorschijnt? Ja, daar ben ik blij. Ja, heel leuk hoor. Dan denk ik ook, weet je, laten we dan gewoon die planken gewoon lekker simpel houden en het gewoon de papier opleggen. Je bijna moet zien hoe het eruit ziet als je er dus eten op legt. Maar volgens mij is het altijd wel mooi. Ja, ik vind wel dat dit misschien wat te druk gaat worden voor met eten. Dat dit rustiger is. Oeh, nee, maar ik vind wel, deze vind ik heel mooi, gewoon met 35. Met de naam. Maar als ik nu dan helemaal naar boven ga naar alleen die bolletjes, vind ik dat, maar ik zeg te stippig, maar ik zie het nu dan uit de verte, dus dat is ook anders. Misschien is dit, ik weet niet, te kinderlijk, doordat het stippetjes lijken. Ik vind dit het mooiste, denk ik. Ja, ik ook, maar ik vind die hieronder ook wel heel leuk. Maar ja, dat is gewoon, dat moeten we dan gewoon even een paar keer naar kijken en dan, ik vind het wel heel leuk. Ik ben weer terug aan het testen. Vandaag ga ik een recept uittesten voor klassieke kruidenboter met knoflook. Even alles helemaal precies afwegen en dan ga ik daarna altijd kijken of ik het lekker vind en mijn eigen draai eraan geven. Oh, dit is echt super lekker geworden. Ik ben het al in potjes aan het overscheppen. En dit is zo veel lekkerder dan kant-en-klare boter. Hoe lekker dit er ook uit. Heerlijk. Lekker veel knoflook. Kijk, ik heb lekker olijven. Dit is dan allerlei verschillende olijven met knoflook, basilicum, citroen. Dit is alleen maar met heel erg veel knoflook. En dit is met twee soorten sambal. Nou, iedereen mag lekker gaan proeven. Ik heb de kaas ook op tafel gezet. Hier heb ik de boter.
Weer wat probeerseltjes. Ik heb hier een frisse yoghurtdip gemaakt en een aioli. De boter, die was trouwens echt een succes gisteren. Nog olijven. We gaan zelf ook gewoon lekker zo eten en een beetje proeven. Want dat is een beetje het leven nu, gewoon van alles proeven. Wanneer je glazen hebt besteld, verwacht je toch als je ze gaat ophalen dat je ze in een doos meekrijgt. Maar nee, allemaal los, chill. Maar ik heb ze. Hey jongens, het is maandagavond. Ik heb de hele dag aan de menukaart weer gewerkt, tegengeproefd, video's geëdit. Maar ik had even zin om naar de IKEA te gaan om te kijken wat ik daar eigenlijk zou kunnen scoren qua servies. Dus ik ga nu lekker s'avonds even naar de IKEA en ik neem jullie mee. Hoe grappig is dit? Ik vind niet per se mooi dat plankje erop, maar ik vind het wel echt heel leuk bedacht. Sowieso super mooie glazen. Nou, dat was lekker weinig vlogmateriaal. Ook bij de IKEA is het allemaal niet bijzonder. En dan denk je, oh, dan ga ik voor wat simpels. Maar dan is het helemaal niet goedkoop. Leuke bakjes zijn echt onvindbaar. Ik ben er bijna elke winkel geweest. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb niks echt voor de zaak gekocht. Ik heb gewoon een aantal losse dingen gekocht. Zo van, dan zet ik ze even neer bij de spullen die we voor de zaak hebben. Dan kan ik er nog even naar kijken van, vind ik het misschien wel wat of niet. En dan zet ik het in mijn eigen kast. Ik heb in ieder geval een bloempot gekocht. Maar dat is omdat mijn schoonmoeder en schoonzus zeiden van, ga je eigen kruiden op je dakterras verbouwen. Zodat je gewoon biologische kruiden van jezelf hebben. Dus dat vond ik wel een leuk idee. Deze pot vond ik wel echt heel mooi. Ik heb deze schaal. Als hij klein was, was hij perfect. Hij is eigenlijk te groot voor wat ik in mijn hoofd heb. Maar ja, misschien blijkt het dat we toch nog wat groters nodig hebben. En dan vind ik hem, weet je, dan heb ik hem en dan weet ik het. En als ik hem niet echt kan zien, dan weet ik het ook niet. Hij is niet super boeiend, maar wel gewoon prima. Hetzelfde geldt voor deze plank. Die was dan redelijk betaalbaar, 3,50. En ik denk, misschien komt hij van pas, we niet gebruiken hem thuis. Dit is weer een pot om planten en kruiden in te doen. Deze is niet voor de zaak, want die vind ik te saai. Maar dit is gewoon voor thuis om even te experimenteren met losse thee. En dit zijn dus bijvoorbeeld vaccinelichtjeshouders. Maar ik dacht, misschien is het eigenlijk wel super leuk voor verschillende soorten boter en zo. En is het eigenlijk wel fancy. En relatief betaalbaar, dus ook die heb ik meegenomen. Dan heb ik nog 6 van zulke potten en 6 van zulke potten, wekpotten. Omdat ik vrijdag allemaal diprecepten ga testen en die moeten hierin. En die olijven heb ik aan mijn schoonmoeder gegeven, dus zij heeft die potten. Ook van de kaarsafdeling nog meer glazen bakjes. Ik wil eigenlijk geen glas, maar ik denk ja, misschien op een borrelplank is een mix van steen en glas en van alles wel leuk. Van die measuring cups vond ik wel handig. Ook voor de dips. Deze bakjes, daarvan vond ik de groene en de witte best wel leuk voor een bakje voor wat grotere dips en zo of andere dingen. Vond die rode alleen echt niet mooi. Alleen, het is 5 euro. Dat betekent als je de rode niet gebruikt of dat ik die voor thuis gebruik, het 2,50 per bakje is. En tegenwoordig is dat een best wel prima prijs, want het is allemaal enorm duur geworden. Dus misschien. En daarom zeg ik, als het er niet wordt, gebruik ik het lekker thuis. Ja, dan heeft het geld gekost, maar dan is het maar zo. Want ik word gek van het feit dat ik niks kan vinden. Deze vond ik echt prachtig. Ik vertel niet bij alles waar het vandaan komt en zo. Maar ik moet zeggen, ik kan zo moeilijk dingen vinden dat ik tegenwoordig ook op andere afdelingen zoek naar producten. Dus op de badkamerafdeling, kaarsenafdeling, pottenafdeling. En dit is dus een vaas. Maar ik vind het echt een prachtig glas. Ik denk, ja, hoe leuk is dit als glas voor in de zaak? Ik vind hem echt vet pretty. En hetzelfde geldt voor deze. Dit is dus een vaccinelichthouder. Maar hoe mooi is dit als glas? Hij is heel licht getint, zeg maar. Dus, nou, ik zie er weer lekker moe uit. Dit was mijn shoplog. En mag je tips hebben voor leuk en wel redelijk betaalbaar servies? Laat maar weten. Ik ga deze ook gewoon naast zetten, wie weet. Dit is dus met limoncello, iets met witte chocola. Oh my god, iedereen is heel erg enthousiast. Dan gewoon voor 46 euro. Zijn jullie lekker bezig? Ja, dat wel. Ja.